Het ging net zo goed in het Verenigd Koninkrijk. Er waren steeds minder besmettingen en er kon steeds meer. De Britten begonnen als een van de eerste met vaccineren. En dat ging ook nog eens heel snel. 3/4 van alle volwassenen hier heeft inmiddels zijn eerste vaccinatie gehad. Cheers. Daardoor kon er vrij snel versoepeld worden. Cafés en scholen gingen open en er kon weer worden geknuffeld. Maar sinds kort gaat het de verkeerde kant op met corona in het land. En dat komt allemaal door een variant van het coronavirus. De Delta-variant. Of de Indiase variant, zo wordt die genoemd. Die variant is een stuk besmettelijker, zegt de Britse coronaminister. Around 40% more transmissible. It is indeed, that's the latest advice I have. That means that it is more difficult, obviously, to manage this virus. Vooral mensen die nog niet of nog niet helemaal zijn gevaccineerd, raken er nu mee besmet. Wat je ziet is dat vooral jongeren nu besmet raken, want die zijn nog niet gevaccineerd. En daar heb je er hier wel miljoenen van. Dus hoewel al heel veel mensen in Groot-Brittannië gevaccineerd zijn, kan het nu toch dat het aantal besmettingen weer oploopt. Of ook meer kinderen besmet raken door deze nieuwe variant is nog moeilijk te zeggen. Daar is meer onderzoek voor nodig. Maar wat je wel ziet is dat het aantal ziekenhuisopnames nog niet zo snel oploopt. En dat is heel positief. Voorlopig is er dus geen extra drukte in de ziekenhuizen. Maar ze weten niet of dat zo blijft. Het virus verspreidt zich ook sneller in buurten waar weinig mensen een vaccinatie willen. Deskundigen en de regering maken zich daar zorgen over. En daarom worden bewoners van die wijken nu extra opgeroepen om zich toch te laten testen en vaccineren. De regering hoopt dat die oproep werkt en dat ze snel door kunnen gaan met het vaccineren. Want dan kan er in het land verder versoepeld worden. Maar ja, of dat gaat lukken is even de vraag. Eigenlijk zou er over 2 weken een einde komen aan alle maatregelen in Groot-Brittannië. Dan hoef je geen mondkapje meer te dragen, hoef je ook geen afstand meer te houden. En mogen bijvoorbeeld de voetbalstadions weer helemaal vol zijn. Maar het lijkt steeds onwaarschijnlijker dat dat ook door kan gaan. De premier hier neemt daar volgende week een beslissing over. Maar kijk je naar wat er nu gebeurt, dan lijkt het er erg op dat die volgende ronde van versoepelingen minimaal weken zal moeten worden uitgesteld.